Dank u wel. De heer Jasper van Dijk. Dank u, voorzitter. Ja, ik denk dat wij het volledig met elkaar eens zijn over de intentie van de indieners. Discriminatie op grond van seksuele gerichtheid of op grond van je handicap is uit den boze. Maar wat vindt de heer Renkema van mijn vragen aan de indieners? Moet deze lijst dan keer op keer vernieuwd worden? Want u zei het zelf al, leeftijd wordt nu niet genoemd. Afkomst wordt niet genoemd. Nationaliteit, burgerlijke staat wordt niet genoemd. Terwijl die vormen van discriminatie eveneens verkeerd zijn. Hoe kijkt u naar die vragen? De heer Renkema. Nou, ik denk dat, dat het goed is om in de grondwet sober te zijn. Ik denk dat je in een grondwet niet heel veel zaken voortdurend moet toevoegen. Het is ook niet voor niks dat eigenlijk sinds 1983 op dit artikel niks is veranderd. Dus dat doen we niet zomaar. Daar moet je heel zorgvuldig in zijn. Het is voor ons echter wel heel belangrijk om te realiseren dat ook toen het gesprek over handicap, waarbij toen nog werd gezegd, ja, je moet juist mensen anders behandelen omdat ze anders zijn, dat we daar inmiddels heel anders over zijn gaan denken. En hetzelfde geldt voor seksuele gerichtheid. Dat was op het moment dat dat artikel 1983 zo werd geformuleerd, blijkbaar nog dusdanig maatschappelijk een taboe of een onderwerp waar verschillend over werd gedacht. Dat is nu niet meer het geval. Toch zien we op basis van deze twee gronden discriminatie. En daarom vinden we dat deze wetswijziging noodzakelijk is. Ik snap die redenering en we zullen de stemming ook afwachten. Maar dan is natuurlijk de vraag, wat nu als de wet wel wordt aangenomen en het amendement van de heer Krol niet? Dan zou er dus leeftijdsdiscriminatie buiten de boot vallen. En dan zou je dus gek genoeg door deze toevoeging ook een soort van discriminatie krijgen, want de mensen die op leeftijd worden gediscrimineerd, worden niet meegenomen. Hoe kijkt GroenLinks daar tegenaan? Het is de vraag die ik van 50PLUS had verwacht, eerlijk gezegd. Ik vind het een heel interessante gedachte om leeftijd ook toe te voegen. Vind ik een interessante gedachte. Ik wil wel heel graag een reactie van de initiatiefnemers en ook van de minister op dit punt. Daarbij komt dat een grondwetswijziging is fundamenteel. Dus in dit geval zou een advies van de Raad van State op dit punt ook op zijn plek zijn. Maar ik wacht de reactie af en vervolgens ook het debat wat we daarover gaan voeren, voordat ik daar definitief kan zeggen hoe GroenLinks daarin staat. De heer Martin. Nee, voorzitter. We zijn hier niet om gedachten te bestempelen als interessant. We zijn hier niet om ons te verschuilen achter de Raad van State. We zijn hier niet om ons te verschuilen achter de drie indieners. We zijn hier om een mening te hebben. En GroenLinks is een voorstander van het noemen van allemaal categorieën. Nou, dan open je je eigen val. Want dan gaat iedereen natuurlijk zeggen, waarom die categorie niet en die categorie wel? Waarom mag Henk Krol wel gediscrimineerd worden op grond van zijn leeftijd? En iemand die gehandicapt is op grond van zijn handicap niet? Leg dat nou eens uit. De heer Renkema. Interessant. Nog iemand die over de overstap naar 50PLUS overweegt, merk ik. Ik heb daarop gereageerd. Ik denk dat de grondwet sober moet zijn. Dus het toevoegen van heel veel categorieën is niet wat GroenLinks wil en is ook niet wat wij voorstellen. De twee categorieën die in dit initiatiefwetsvoorstel zijn genoemd, die hebben door maatschappelijke ontwikkelingen onze aandacht gekregen en daarom steunen wij hebben het initiatiefvoorstel geformuleerd. Ik heb gezegd, leeftijd kan daarbij heel interessant zijn. Overigens gebeurt dat in een aantal wetten, denk aan discriminatie als het gaat over de arbeidsmarkt, ook volop. En ik wacht graag die reactie af. Dus veel meer kan ik u niet toezeggen op dit moment. De heer Martin Bosma. Het wordt moeilijker en moeilijker, want nu zegt de heer Renkema, ja, deze groepen die dus nu genoemd worden in het initiatiefwetsvoorstel hebben maatschappelijke aandacht gekregen. En dat is blijkbaar een criterium om deze twee groepen wel toe te voegen en de groep 50PLUS niet toe te voegen. Dus het criterium van GroenLinks is niet rechtvaardigheid, is maatschappelijke aandacht die men weet te organiseren in de samenleving. Dat is toch zo krom als een hoepel? Nou, dat noemen we emancipatie. Als op het moment dat in 1983 de discussie over gehandicapten en over homoseksuelen is gevoerd en toen de wetgever heeft gezegd in de grondwet, dat gaan we niet expliciet doen, zegt dat iets over de tijdgeest van begin jaren 80. Ik denk, en daarin steun ik van harte ook de opvattingen van 50PLUS, kijkers, dat leeftijd en met name ook leeftijdsdiscriminatie is wat we de laatste jaren steeds beter op het netvlies krijgen. Maar een grondwetswijziging is fundamenteel. Dus om nu te zeggen in dit amendement, oh, dat gaan wij voor of tegenstemmen, dat ga ik vandaag mij nog niet expliciet over uitlaten. De heer Martin Bosma. Maar dan ziet GroenLinks dus de grondwet als een soort wegwerpartikel, want als je nu je gaat beroepen op de tijdgeest van 1983, om te beginnen was het debat over die grondwet
veel eerder, ten tijde van het kabinet Den Uyl, maar goed. De heer Renkema begint met het citeren van Thomas Jefferson, dus die geeft aan van ja, een grondwet moet een soort eeuwigheidswaarde hebben, want anders maak je geen grondwet. En nu zegt hij van ja, wij baseren ons op de tijdgeest. En in 1983 waren dus blijkbaar gehandicapten wel, vielen wel onder de tijdgeest, maar 50-plussers vielen toen niet onder de tijdgeest. Wat is nou het belang van een grondwet als je zegt, die moet zich constant aanpassen aan de tijdgeest? Nou, dat is juist het tegenovergestelde van wat ik zeg. Volgens mij moet je de grondwet niet snel gaan veranderen. En dat doen we hier in dit huis ook niet, want de grondwet wordt niet vaak gewijzigd. Het is vrij uniek dat we hier dat via een initiatiefwetsvoorstel doen. En ik kan me heel goed voorstellen dat het element van leeftijd, ik denk niet dat dat in de jaren 80, 90 heel erg op de agenda stond, dat dat nu relevant is.